Ze moeten laten vertellen. We beginnen los met Frank Verstegen. De Pissycross is dat met Erik Katoelen. De deurtrap is langs gisteren binnenkort het Nederlands kampioenschap al waar. Erik van Ravenstein. Voor FC Zeeland, Toon van Dinter. Voor Lichtenvoorde, Sip Punk. Voor de Wheelies, Wilco Kozijnse. En ze zijn Nijkerk, Johan Manten. En last but not least, voor BMX Merwa, Mr. Dynamite, Leon Wijnavens. De kanonnen van Kalleer, ze doen het nog steeds heel erg goed. Oh, de mooie staattafel, nummer 3 zegt prachtig, Tom van Dinter, die is heel rap vertrokken. Tom van Dinter neemt daar Wijnavens met ze mee, Mr. Dynamite. En dan staat het spat en draagt er in het ziekteam voor Lichtenvoorde. Hij zit er dus ook goed bij, dat zit er nog 1, 2 en 3, maar helemaal voorin, dankzij een hele goede start. Is het de man met plaat nummer 3, het is van Dinter, Tom van Dinter, voor FC Zeeland. Maar Wijnavens komt dichterbij hoor, Leon van Wijnavens zit daar op het achterhoudje bij Tom van Dinter. Mooi schoenen daar voor Tom van Dinter, dat leek hij met een lichtvoerder, maar dan valt hij toch een beetje stil. Van Wijnavens in voorbij komen, van Dinter op de binnenkant, van Wijnavens probeert voorbij te binnen te sturen. Het laatste stuk gaat in, heeft nog steeds een plaats voor de 3, maar helemaal voorin is het Tom van Dinter, dankzij een prachtige start. Pakt hij hier de winst in de finale, Cruises 45 and over.